Disney Plus, Netflix, Videoland, Prime Video, Amazon. En weet ik nog meer welke. Dit is trouwens geen reclame voor een van deze diensten. Want dat haat ik. Tegenwoordig moet je namelijk alle streamingsdiensten hebben om te kunnen kijken wat je wilt. Op Netflix staat alleen Spider-Man, dus Disney Plus is nodig om de rest van Marvel te kijken. Op Videoland staan dezelfde films als op Netflix, maar via hier kan je ook Expeditie Robinson of de Verrader Special Edition kijken. Wow, wat worden we hier wijzer van. Wat een onzin en gezeik weer. Bedankt voor het kijken naar deze onzinvideo. Tot volgende week. Laters.